Top 78. Wat gaan we bij som 78 doen? Nou, het gaat over een ballonvaart. En een ballonvaart, ja, misschien kennen jullie het woord niet, ik weet niet of iedereen het woord kent, maar vooral in de zomer zie je vaak allemaal van die ballonnen zo in de lucht hangen, van die luchtballonnen met van die bakjes eronder. En in zo'n bakje zitten dan die mensen en dan die stijgen op. En ja, ze hebben dus een verschillende hoogte. Nou, hoe hoger hij komt met dat ding, hoe kouder het wordt. Dat is ook echt zo. Hè? Als je ooit een keer in de berg op vakantie bent geweest, dan weet je, daar is het kouder dan helemaal aan de grond. De sneeuw zie je ook vaak op de bergtoppen liggen, dan wordt die steeds minder en dan beneden is het groen. Ja, of ook sneeuw, maar dan in ieder geval minder sneeuw. Dus hoe hoger je komt, hoe kouder het wordt. Nu kun je dus uit gaan rekenen met een formule. Oh, ik ben mijn pennetje weer kwijt. Oh hier. En nu kun je uitrekenen met een formule. T is 21 min 6 keer H. Wat de temperatuur is op een bepaalde hoogte in kilometers. Let op, want soms gaan ze meters geven en dan moet je het zelf omzetten naar kilometers en andersom. Nou, hoeveel graden is het aan de grond op het moment dat John in het bakje stapt? Nou, op het moment dat hij in het bakje stapt, is zijn hoogte 0. Dat is eigenlijk aan het begin. Aan het begin vul je altijd voor het getal waar je mee moet gaan rekenen om de uitkomst te krijgen. Dus zeg maar de uitkomst, het getal waar je mee moet gaan rekenen. Aan het begin vul je altijd 0 in als je het begin wil weten. Want dan is de kaars 0 uur gebrand, heeft de kaars 0 uur gebrand. Die ene Jasper van de vorige som heeft 0 kilometer gefietst. Hier met John, die is 0 kilometer in de hoogte. En vandaar dat het dan altijd 0 is. Dus je vult hier 0 in. Nou, overnemen. Invullen. En dan krijg je dus 21. En let op. Graden, het zijn graden, daar moeten we wel bij. Dus het is dus op het moment dat hij aan de grond staat, is het 21 graden. Had je eigenlijk ook aan dit getal kunnen zien, want dat is het begingetal, hè, daar begin je mee. En daarna ga je er steeds 6 keer iets vanaf halen. Nu zeggen ze, op een gegeven moment bevindt de ballon zich op een hoogte van 500 meter. Bereken de temperatuur. Nou, overnemen. Invullen. En nu moet je even opletten. Je moet hier niet 500 invullen. Dan zie je ook, dat gaat helemaal mis. Dan krijg je wel een hele koude temperatuur. En hoe zit dat nu? Waarom mag je er nu geen 500 invullen? Nou, de 500 is in meters en de formule is in kilometers. Dus je moet die 500 meter even naar kilometers zetten. En dat is 0,5 kilometer. Dus je doet hier 6 keer 0,5. En dan krijg je dus 21 min 3 is gelijk aan 18. Oh. Kilometers, hoor mij nou. Hoppatee, 18 graden, want het is de temperatuur. Die graden moeten bij, anders halen we een halfje af. En dat is de zonde van je punten. Ik maak best wel eens vaak mee, dan hebben leerlingen zeg maar een 10. En dan zijn ze een paar keer dit soort tekens vergeten. Dan komen ze toch nog uit op 8,5. En dat is een mooi punt, hè. Maar als je een 8,5 hebt alleen maar door dit soort tekentjes te vergeten. En of te vergeten kilometer erbij te zetten. Of alleen, ja, dat soort dingetjes. Dat is gewoon zonde. Dus zet dat er echt bij. Dan gaan we naar C. Dit is een gemene. En dan moet je gewoon even logisch nadenken. In de tweede klas krijg je een manier voor om dit gewoon in standaard aan te pakken. Dan ga je het namelijk leren oplossen met de balansmethode. Dat is voor later. Dat krijg je nu nog niet. Maar je kunt het nu al wel een beetje vinden door gewoon logisch na te denken. Nou, hoe werkt dat nu? Er staat tijdens een recordvlucht, dus dat betekent echt een, ja, dat hij heel hoog is geweest, was er een temperatuur van min 27 graden Celsius. Nu willen ze weten hoe hoog was die. Nou, als we nu die formule bekijken, zo, dan en hou er rekening mee, de hoogte in kilometers, hè? En er stond min 27 graden Celsius. Dus min 27 vullen we in voor de temperatuur. En nu krijgen we dus deze situatie. Nu weet je de uitkomst wel. Het uitkomstding, dat weet je, maar je weet niet wat erin is gegaan, waarmee je bent gaan rekenen. Nou, nu zegt het nakijkboekje, door te proberen vind je dat de ballon 8 kilometer hoog was. Dat is waar, je kunt er ook getallen in gaan vullen. Je kunt zeggen, nou, ik vul eens 5 in, even kijken. Oh, bij 5 krijg je 6 keer 5 is 30. Oh nee, daar kom ik niet op min 27 uit. Ik probeer 6, ik probeer 7, ik probeer 10. Oh nee, daar zit ik weer te laag. En dan kan je een beetje proberen. Maar proberen kan ontzettend veel tijd kosten. Proberen kan ontzettend veel tijd kosten. Wat je ook kunt doen, en dat moet je alleen doen als je het snapt wat ik nu ga doen. Kijk, je hebt van die 21 heb je iets afgehaald om op min 27 uit te komen. Nou, dus je zat
Dus proberen werkt gewoon, hè? Dat is prima methode. Maar ja, jullie willen soms ook wel een extra methode, dat je niet zomaar een beetje hoeft te proberen. En die ga ik nu laten zien. Nou, we zitten op 21, hè, aan het begin. Dan gaat hij zakken, zakken, zakken. En is uiteindelijk gezakt tot min 27. Hoeveel is dat ding dan gezakt, de temperatuur? Nou, hij is 21 boven 0, 27 onder 0. Dus in totaal is hij 48 graden gezakt. 48 graden. Per kilometer zakt hij 6 graden. Zie je dat? Want je doet steeds 6 keer de hoogte. Dus je zakt per kilometer. Is het min 6 graden? Dat kan ik zien in die formule. Nou, als die 48 graden gezakt is, dan ga ik even alles wissen, dat jullie het beter kunnen zien. Dus we weten nu, hij is 48 graden gezakt. Hè, zoveel is hij naar beneden. Per kilometer zakt de temperatuur 6 graden. Nou, hij is 48 graden gezakt. Per kilometer zakt hij 6 graden. Dus je moet eigenlijk kijken hoe vaak past die 6 in die 48. En dan weet ik precies hoeveel kilometer die gezakt is. En dat is 8. En hoe doe je dat nu? 48 gedeeld door 6 is 8. Dus de ballon was op 8 kilometer hoogte. Dit gaat heel ver. Maar als je dit begrijpt, mag je het zeker zo doen. Schrijf het dan wel op hoe je eraan komt. En anders ga je gewoon proberen. Hè. Ga je gewoon invullen. Ze dus gaan heus niet dan doen 11,3 kilometer of zo. Dan pakken ze wel een getal wat een beetje handig is. Wat je ook kunt doen is dat je het opschrijft. Dat je zegt, nou, hier pak ik de hoogte die ik ga invullen. Dit is de temperatuur. Ik vul bijvoorbeeld 5 in, dan komt er dat uit. Ik vul er 10 in, dan komt er dat uit. Oh, dan moet ik daar ergens tussenin zitten. Dan pak ik 7. Oeh, dat is nog net te weinig. Dan zal het 8 zijn. En ja, dat is hem. Dat kan ook. Succes met de sommen. En veel plezier nog en tot de volgende som. Doei!